Partij voor de Dieren. Dank u wel, voorzitter. In aansluiting op wat de heer Gausen zegt, zou ik aan de staatssecretaris willen vragen of zij voornemens is om zo snel mogelijk te komen tot een totaalverbod op het zwanendriften. Want ze heeft al gezegd, ik doe een onderzoek, maar wij willen dat het gewoon onmiddellijk wordt verboden. Er is geen enkele reden om dat nog langer uit te stellen. En wij hebben hier ook een amendement over klaar liggen in het kader van de wet natuurbescherming. Voorzitter, ik zou het graag willen hebben over de huisdieren en over de vee-industrie. We hebben vandaag twee petities gekregen. Eén over de agressieve honden en de niet-affectieve en zelfs hondonvriendelijke aanpak. Deze staatssecretaris wil bij bijtincidenten het aan de gemeente overlaten hoe daarmee om wordt gegaan, waardoor er sprake is van volstrekte willekeur. We hebben de Raad van Dieraangelegenheden gehoord en ze komt in haar advies om dat landelijk aan te gaan pakken, een stappenplan om juist die willekeur te voorkomen. En we willen ook graag van de staatssecretaris weten of zij bereid is om dit stappenplan gewoon over te nemen. Waarom gaat de staatssecretaris niet in op de aanbeveling van de RDA om bij bijtincidenten een melkkorf- en aanlijngebod op te leggen en de houder door middel van een training weer te laten aantonen dat de kans op herhaling gering is? Hierdoor hoeft de hond dan ook niet in beslag te worden genomen en krijgt de houder ook veel meer verantwoordelijkheid voor het gedrag van zijn hond. Ik overweeg ook een motie op dit punt. Voorzitter, dan heeft deze commissie vanmiddag een rapport aangeboden gekregen waaruit blijkt dat veel gedragsproblemen bij katten veroorzaakt worden doordat er op te jonge leeftijd bij een moeder wordt er vandaan gehaald. En is de staatssecretaris bereid hiernaar te kijken en de scheidingsleeftijd van deze jonge kittens ook aan te passen? Ik overweeg ook een motie op dit punt. Voorzitter, dan met betrekking tot de vee-industrie. In Zembla van vorige maand, de uitzending daarvan, zei de staatssecretaris dat de verdere industrialisering van de veehouderij onwenselijk is. Maar toch doet ze niets, voorzitter. Ze laat het over aan de sector, Europa, provincies en gemeenten. En voorzitter, er is geen enkele reden om als Nederlandse overheid stil te gaan zitten. Wakker Dier heeft met een rapport over de mannelijke dieren in de veehouderij schokkende reportage gemaakt over het onverdoofd teenkootjes afknippen van de hanen, de permanente honger van de vaders van de plofkippen, de hanen, het nooit buiten komen van fokstieren. Voorzitter, wat gaat de staatssecretaris tegen dit dierenleed doen? En de Kamer mag kennis nemen van talloze quickscans en websites waar de bio-industrie kan laten zien wat ze goed doet. Betaald ook door de belastingbetaler, voorzitter, klopt dat ook voor de 100%. Naar mijn weten zie ik dat er vooral wordt gekeken naar hoe kunnen we dat wat in de bio-industrie gedaan wordt zo goed mogelijk worden verkocht aan de burger. Het is marketing en greenwashing, voorzitter. Er wordt gesproken over verhoging van efficiëntie. Dus een koe die 10.000 liter melk levert is zogenaamd duurzaam. Voorzitter, ik vind het een beschamende vertoning als ik dit zo lees in de voortgangsrapportage. En ik zou de staatssecretaris willen vragen dit te stoppen om met haar woorden te spreken die ze gebruikte bij het ingrepenbesluit destijds. Dat het vanuit dierenwelzijnsoogpunt belangrijk is om een aantal ingrepen te verbieden en niet te wachten op Europa. In dit geval zou ik willen zeggen niet te willen wachten op de vrijblijvende beloften vanuit de bio-industrie. Voorzitter, dan met betrekking tot de stalbranden als gevolg van die schaalvergroting. Vorige week stond de teller op 144.000 dode dieren in 2015 door stalbranden. Het nieuwe bouwbesluit geldt alleen maar voor nieuwe en te verbouwen stallen. Dus wc-rollen zijn nog steeds meer waard dan duizenden dieren die in de bestaande stallen leven. Wat gaat de staatssecretaris samen met minister Blok hier tegen doen? Dan het massaal gesleept met dieren. Mevrouw Thieme, heeft een interruptie van de heer Graus. Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, ik heb een tijdje geleden motie 32.500 nummer 110. Verzoek de regering tot het opstellen van een stalbrandpreventieplan en samenwerken met brandweer, veehouders, verzekeringsmaatschappijen om die stalbranden te voorkomen. Die motie is gesteund door mevrouw Thieme. Laat dat heel duidelijk zijn. Die is ook aangenomen. Maar kan mevrouw Thieme dan niet beter vragen om gewoon die motie van de lid Gaus uit te voeren? Want anders zijn er wel extra administratieve handelingen en anders worden er dadelijk wel andere moties ingediend die deze weer onderuit halen. En daar schieten we allemaal niks mee op. Zeker, voorzitter, heeft de heer Gaus een punt dat moties die zijn ingediend door de heer Gaus en gesteund zijn door de Kamer ook uitgevoerd dienen te worden. In aanvulling op het verzoek van uw motie vraag ik ook de staatssecretaris om te kijken ook naar de bestaande stallen. Omdat daar nu op dit moment niets voor geregeld is en de dieren daar dus niets minder waard zijn dan wc-rollen die in een groot gebouw worden opgeslagen. En als daar de fik in slaat, dan is er van alles en nog wat om te doen. Maar bij de dieren
kennelijk helemaal niet. Dus vandaar dat ik dit als aanvullend punt nog aan wil reiken aan de staatssecretaris, naast natuurlijk de oproep om de motie uit te voeren. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Maar de reden dat ik dat toen niet heb gedaan is omdat er geen financiële dekking voor is. Dus waar haalt mevrouw Thieme de financiële dekking vandaan voor die bestaande stallen? En ook mogelijk kan de staatssecretaris er ook een reactie op geven. Want wij hebben het geld er niet voor. Dus waar komt dat geld vandaan? Want de boeren hebben het ook niet. Dus daar moeten we het wel over hebben. Daar heb ik ook graag een reactie voor de voorzitter van de staatssecretaris op gehad. De interruptie is op mevrouw Thieme. Mevrouw Thieme. Maar voorzitter, ik kan me toch niet voorstellen dat de heer Graus de dieren in de bestaande stallen geen bescherming gunt, omdat er geen dekking zou zijn. Ik lijkt mij toch dat de heer Graus met mij van mening is dat als je graag dieren wilt houden om daar veel geld mee te verdienen, varkens in de bio-industrie, de kippen in stallen, dat je dan toch op zijn minst ervoor zorgt dat de stallen veilig zijn. Dus dat lijkt mij een volledige verantwoordelijkheid voor de ondernemer, als moet hij maar gewoon een ander vak gaan leren. Mevrouw Thieme, u bent bijna door uw tijd heen. Wilt u gaan afronden? Voorzitter, dan nog een motie, voorzitter, die nog niet is uitgevoerd, namelijk om de transporten aan banden te leggen die vanuit Nederland worden begonnen. Dan heb ik het over de ellenlange diertransporten. Europees lukt het niet om daar paal en perk aan te stellen. De motie vroeg ook om nationaal daar regels over te stellen. Die is aangenomen. Dus wat let de staatssecretaris om dat te doen? En tot slot, voorzitter, wat is de stand van zaken betreffende het convenant ritueel slachten? We horen daar helemaal niets meer over. Het was het ei van Columbus van de vorige staatssecretaris Bleker. Daardoor zou alles weer veel beter worden voor de dieren. Wij krijgen uit de praktijk te horen van inspecteurs dat er niets veranderd is en dat de dieren nog steeds bij volle bewustzijn geslacht worden. Dus voorzitter, ik zou heel graag willen weten wat er van dat convenant terecht is gekomen. Dank u wel. Voordat we doorgaan, wil ik...